Ja, het is het schip. Het is het schip. De windtempel. Oh, de windark der legende. We zijn er, jongens. Dus we zijn nu in de windtempel. En we moeten eigenlijk maar gewoon gaan uitzoeken hoe we dit gaan doen. Ik heb niet echt hints of zo. Dus we gaan gewoon lopen en puzzeltjes oplossen, denk ik. Laat even in de reacties weten hoe erg jij geniet van deze game. En knal de duimpjes omhoog, zodat ik dat ook weet. En abonneer, als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zie daar in ieder geval een enemy. Wat een idee. Zouden we deze ijs-tjutjugelei nodig hebben? Of gelei, moet ik eigenlijk zeggen. Gelei. What up, man? Wat doe jij hier? Hop, 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 hop. Oh, niet mij slaan, vriend. Je mag mij helemaal niet terugslaan. Oké, ik kan hier misschien wel een tik tegenaan geven. Nee. Dan moet ik deze hendel waarschijnlijk op deze manier overhalen. Oké, de eerste deur is geopend, jongens. We kunnen naar binnen. Oeh, zag ik daar een gat aan de linkerkant? Kijk, ja, kijk. Hier kunnen we in. Hoppakee. Ja, oké, we zijn binnen. Oké, nu moeten we deze smelten. Oké. Hoppakee. Ja, maar dit is ook weer een kistje. Ik wil naar binnen, ik wil puzzels oplossen. Oké, okay, laat me zweven en dan ga ik gewoon hier staan. Dan gaan we hier naar binnen. Juist, oké. Oké. Ik ben waar ik wil zijn, denk ik, hoop ik. Kan ik dat kistje daar pakken? Nee, die kan ik niet vastpakken. Dan gaan we gewoon deze kant op. En dan ga ik dit ding terug laten spoelen. Zo. Daar kunnen we mee. Toppie, dankjewel. Oh, wacht, ik zie hier een hendel. Misschien gebeurt er iets als ik die omzet. Dan kunnen we van buiten naar binnen. Oh, wacht. Heb ik niet iets wat ik hier tussen kan zetten of zo? Misschien moet ik gewoon zorgen dat ze gaan draaien. Dus dan moet je hem zo ertussen doen, toch? En dan... Oh, maar dan wel plakken. Kan dit? Oh ja, kijk, kijk. Ik kan dan allebei plakken. Ja hoor. Dit is hem. Oh, ik voel me zo'n Bob de Bouwer, jongens. Dat is ongelooflijk. Jullie zeggen, hey Link, kijk. Ja, dit lijkt me een windturbine of zoiets. Of zo'n wind. Iets wat wind kan blazen. Dus ik heb Tulin nodig. Kan je me helpen, Tulin? Kan jij, zeg maar, zo'n windvlaag blazen? Misschien... Juist. Oké. En zo zetten we deze tempel in werking. Dit is wat we moeten doen. Let's go. Oh, kijk, ja. Nu zijn er twee aan. We moeten er dus nog vier aan krijgen. Nu moet ik dus de andere ingang zien te vinden. Ja, hier is ook nog een poort. En deze... Oh, wacht even. Deze heeft geen... Dit is ook zo'n hendel, maar die heeft alleen geen hendel. Yo, volgens mij zijn deze ijspegels echt mijn grootste vriend gewoon, hè. Kijk, dan maken we toch gewoon een hendel. Prima. Kijk. Juist. Oké, ik heb hem nu door. Ik heb de tempel nu door. Gooi je windvlaag hier op deze turbine motor ding. Gaan er nu weer twee aan? Eén. Oké, we moeten er dus nu nog drie. Eentje stond denk ik al aan. Ja, ik heb het gevoel dat er ook veel geheimen hier onder de tempel te vinden zijn. Kijk, daar is bijvoorbeeld nog een poort. Oh god. Ga weg. Ga weg. Niet mij schieten. Oké, goed zo. Was ik hier nou al geweest? Nee, hier ben ik nog niet geweest. Even kijken wat we hier allemaal moeten doen, jongens. Oké, we moeten even bukken. Ik weet alleen niet hoe ik langs deze ga komen, maar misschien is dat ook niet nodig. Misschien kunnen we gewoon vanaf hier het kistje pakken. Nee. Springen? Kan ik die laserstraal niet blokkeren met iets? Link springt denk ik niet hoog genoeg. Oh, wacht. Ik kan toch gewoon ook gewoon klimmen? Waarom denk ik hier niet aan? Soms denk je echt aan de meest makkelijke dingen gewoon niet. Anyway, hier zit een robijn in. Kijk, het is wel handig om al die kistjes te pakken, want dan kan je eventjes flink roepies farmen. Hier is een klein deurtje waar ik... Denk ik niks mee kan, tenzij ik daar op moet schieten? Nee. Oké, hier leggen we weer wat neer. En een vuursteentje. Tijdbommen heb ik gekregen. Een zonawerktuig dat korte tijd na activering ontploft. Door de ontploffing kunnen op hun beurt andere zonawerktuigen geactiveerd worden. Wat ligt hier allemaal op de vloer? Ik heb het gevoel dat we hier iets op moeten tillen ergens. Dat we misschien door de vloer heen kunnen of zo. Kunnen we dit laten ontploffen? Met zo'n bom. Let's go. Let's go. Oh, dit was een aardig grote explosie. Er gebeurt helemaal niks. Oh, maar... Zit er een gat in het plafond? Oh. De boel is hier ingestort. Ze moeten hier misschien wel naar boven dan. Het is zo'n handige power van Linky Winky. Oh, ik denk dat ik hier iets moet maken of zo. Draaien of zo? Ja? Er gebeurt wel iets volgens mij. Oh ja, kijk, kijk, kijk. En ik heb nu de poort daar opengemaakt. Wacht eventjes. Wacht eventjes. Kijk, die gaat open. Ik ben benieuwd of die nu ook weer dicht gaat. Nee, hij blijft nu open nu ik hier ben. Gelukkig, want anders was ik misschien opgesloten. Ik hoor een vijand. Ik hoor een vijand. Jij staat me op te wachten daar, hè, vriend. Jij staat me hier op te wachten. Hoppakee, ik bevries jou. Supergoed, jongen, deze bevriezingswapens.
Hier ben ik heel blij mee. Oh, nu zijn we hier. In deze ruimte daar bij het begin. Waar ik net aan de overkant stond van die poort met het kistje. Nice. Let's go, Tulin. Turbine nummertje 4. Heerlijk. Nog 2 motoren te gaan en dan kunnen we naar het hoofddeel van de tempel. Is hier onder iets te zien dan? Ja, daar. Ja, daar. Ik zag het. Daar. Oké, vanaf hier kunnen we daar naartoe springen. Zo. Let's go. Tulin, help. Dankjewel. Juist. Ik ben waar ik moet zijn, jongens. En deze enemy ook. Precies waar die moet zijn. Wat ziek idee. Yo, dit wapen is sick. Ze kunnen helemaal niet tegen ijskracht, joh. Kijk, net stond ik vanaf dat punt te kijken, hier naar binnen. Toen schoot ik met mijn pijl op deze lichtbol, maar er gebeurde natuurlijk niks. Oh, maar hier is gewoon gelijk de turbine. Nou, lekker, man. We gaan keihard. We gaan echt keihard. We moeten er nog eentje nu. Woe, de laatste. En die zit op min 1. Ja, Tulin zegt het ook. We moeten er nog maar 1. Ik denk dat we nou nog hier moeten zijn. Hoe kom ik daar? Ja, daarboven... Als je nu goed door de tralies heen kijkt, zie je de laatste turbine die ik moet hebben. Oh, kijk, daar is gewoon een deur die we open kunnen maken. Dit kunnen we gewoon open trekken. En nu zijn we zo'n beetje boven de plek waar we moeten zijn. Ja hoor. Is dit het echt? Oh, dit is wel vet. Beetje vallen kan wel. Oh, ik moet zelfs vallen. Oh, ik moet dit op deze manier doen. Ja, lekker. Oh, dit ging best wel soepel. Oh, we zijn ook voor de turbine. Dit is de laatste. Let's go, Tulin. Woep, 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 woep. Ja, ja, ja. Lekker. Dat is nummertje 6. Ja hoor, ze zijn nu allemaal groen. Alle sloten zijn geopend. We zouden een luik op het dek nu moeten kunnen openen. Woe! En nu moeten we denk ik deze opnieuw aanraken. Oh, kijken wat er gaat gebeuren. We hebben alle puzzels opgelost hier in de windtempel. Oh, die dingen gaan naar beneden. Die scharnieren, dan beginnen ze denk ik te draaien. Of stopt de wind nu? Of wat? Oké, of gaat de... Oh, deze poort in het midden. Die gigantische poort in het midden gaat open. Het doet me echt denken aan Game of Thrones gewoon. In die eerie, zeg maar. Voor degenen die dat gezien hebben, dat was best wel een bizar stukje. Anyway, wow, wat gebeurt er? Er worden kaart omhoog geblazen. Tulin, pas op. Waar gaan we helemaal naartoe? Holy moly. Tulin begint te vliegen. Ja, ik kan zweven. Ik kan niet... Oh, ik kan ook vliegen. Ik kan net zo goed vliegen als Tulin. Let's go! We gaan terug naar de tempel en we gaan... Wow, yo, wat is dit voor beest? Wat is dit voor gigantische Eternatus? Het is Kolgera. Kwaad in de windtempel. Wow, yo. Wat is dit voor een ding? We moeten ermee afrekenen. Dat lijkt me op zich wel, ja. Jeetje. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe ga ik hier mee afrekenen? Ik kan op hem schieten, maar... Ja, ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Oké, wegwezen denk ik. Want hij gaat allemaal gekke dingen doen. Oh, daar. Daar, 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 daar. Daar, op zijn rug. Op zijn rug, Link. En dan kunnen we... Slaan, 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 slaan. Lekker. Nog een keer. Nog een keer. Nice. Nice. Oké, we hebben hem 1 keer geraakt nu. Ik ben... Ik ook 1 keer geraakt? Nee, ik weet niet. Hij is weg. Wow, yo, wat is dit? Oh, pas op. Ah. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk meer hartjes nodig hiervoor. Ik denk dat als hij zo ergens ingaat, dan komt hij beneden mij. En dan moet ik mijn kaart weg laten blazen, zodat hij niet op mijn rug komt. Juist, precies. Daar is hij weer. We kunnen hem pakken. Hoppa! Ik weet niet hoe ik het deed, maar ik ging er dwars doorheen. Moeten we weer hierboven vliegen? Ja, kijk. Wel oppassen. Lekker. Misschien als ik een nog sterker wapen pak, dat ik hem dan nog meer pijn doe in 1 keer. Dan hoef ik het misschien minder vaak te doen. Let's go. Hoppakee. Nee, ja, oh, bijna. Het ging een beetje... Oké, nou. Dit ging weer half goed. Ik ging er dwars doorheen. En ik deed nu vanaf de onderkant. Dat kan ook gewoon. Waar gaat hij nou helemaal naartoe dan? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, Kolgera? Hij wordt boos. Dikke, zieke windvlaag. We moeten bij die tornado's blijven, maar niet erin, denk ik, hè? Nu moeten we weer naar hem toe. Tornado's zijn ontweken. Zo, dit zijn echt kapot veel steentjes. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Oeh, dit ging bijna goed. Dit ging bijna goed, maar net niet helemaal. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, no. No. Oh, dat was jammer. Dat was heel jammer. Ik was zo dichtbij. Cool, 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 cool. Beetje naar achter.
En slaan. En slaan, nu. Nu, 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 nu. Oh, potverdorie. Dat was weer net niet. Ik wil even een ander wapen. Ik wil geen speer. Ik wil gewoon een zwaard of zo. Ja, deze gaan we pakken. Ik heb het gevoel dat ik een beetje te ver naar voren knal elke keer. Kom op, Link. Het lukt steeds net niet. Zo balen. Nu dan. Nu dan. Oh nee, weer net niet. Het is nog best moeilijk. Kan ik het niet gewoon schieten met mijn pijlen? Oh, dat kan ook. Dat kan ook. Dit kan ook. Dit kan ook. Dit kan heel goed zelfs. Lekker. Nog één keer, denk ik. Ja, dan doen we het wel gewoon zo. Als je me aankomt vallen. Kom op, Link. Kom op, Link. Ja, 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 ja. Oh, op het randje. Op het randje weer. Nu dan. Nog een keer slaan. Lekker. Heerlijk. Ik denk dat we hem nog één keer moeten raken, deze gekke Colgara. Hij komt weer van beneden. Dus wij moeten eventjes... Hoppakee, wegblazen. Oh, jammer dit. Jammer dit, jammer dit. Oh, ik had hem kunnen schieten, hè. Misschien kunnen we hem alsnog schieten. We zijn wel heel ver weg, maar... Maar... Ja... Ik denk dat we een heel eind komen als deze raak is. Ja, lekker Linky. Hoppakee. Colgara, wat een vette baas als dit zeg. En we zien die duistere shizzle uit hem gaan. En dit is het einde van Colgara. Hele vette baas. Af en toe in het begin wist ik niet zo goed wat er gebeurde. Waar ik was. Maar wel heel vet dat je hem gewoon van bovenaf kan knakken. En met je pijlen kan nakken. Hoppakee. Dikke doei. En de windtempel is uitgespeeld. Oeh, en we zien gelijk het licht. Het licht wat we kennen van Zelda. En waarschijnlijk is de sneeuwstorm, die gaat waarschijnlijk nu ook weer liggen. En wordt het weer wat rustiger in het dorp van Doritos. Ja, kijk eens. Oh, en al die schepen uit de legende, uit het lied. En we krijgen een hart erbij, wat we goed kunnen gebruiken, denk ik. Want één goede aanval van Colgara en we waren gewoon gelijk genakt. Maar we hebben hem. Een extra hartje. En wat... Oh, dit is een tier, hè? Dit zijn de tiers of the kingdom. Dit is een zogenaamde tier die we dus blijkbaar moeten verzamelen in de tempels. Hé, wat een samenwerking, Tulin. Wat een samenwerking. Ik pak even mijn extra hartje alvast op. Dus we hebben er nu 5. En we gaan even praten met Tulin. Maar die vraagt zich af, ja, wat is dit nou eigenlijk? Ja, en dat is een terechte vraag. Want wat is het inderdaad nou eigenlijk? Oh! Krijgt Tulin de teer? Dat zou ik veel verder vinden dan als wij hem zelf pakken. Die is van jou, Tulin. Nice! Kijk hem! Oh, wat gebeurt er? Ja, het is een soort van hemelse kracht, lijkt het wel, die er uit die tranen komt. Oh, we gaan het zien. Tulin, mijn dappere tellig. Vet. Vet. Ja, dat was de stem die ons riep. Naar deze tempel. Wajo! De verre voorouder van Tulin. De eerste Rito-strijder. Of nee, een Rito strijden en een wijze. Where you fight, the winds follow. Cool. Expect nothing less from my descendant. Ik ben trots op je, wat vet. Wat cool om zijn voorouder hier te zien. Dat monster was de bron van de sneeuwstorm. Gestuurd door de Demon King Ganondorf. Ah. Dus die teer was de geheime steen van deze verre voorouder. Tulin denkt, waar heb je het over? Het is overweldigend om het ineens te horen. Oeh. Oeh. De verzegeloorlog. We krijgen nu het verhaal te horen. Heel lang geleden. In Hyrule. Okay, cool. Een groot kwaad, een demonenkoning. Ganondorf! Heel vet. Ganondorf is sowieso veel toffer dan Ganon. King of Hyrule requested my aid, as well as that five other ones. Okay. Oh, hier zien we alle strijders. Zelda? En Rauru? Ja. Oké. Heel vet. Ze hebben samen gevocht tegen Ganondorf.
En ze kregen die stenen, maar Ganondorf was alsnog te sterk. Heel vet dit gedaan. Rauru was de koning. Oh shit. Wat cool. Dus Rauru heeft zichzelf opgeofferd om Ganondorf vast te kunnen binden, maar ze konden Ganondorf nooit verslaan. Oké. Deze Rito kreeg een verzoek van Zelda. Ja hoor. Daar is ze. De wijze van de tijd. Ja. The Demon King will return. The magic binding him will be undone. When that time comes, a noble swordsman named Link will oppose him. Yes. But Link will only succeed with the Rito's help. Summon the Vet hoor. Hero. Zelda heeft gevraagd of iedereen wilde helpen. En de Rito's die hebben de kracht van de wind. Ja, man. Heel cool. Heel cool. Dus dit was de Rito van vroeger. Je hebt Rito-dorp gered, maar je bent nog niet klaar. Ja, man. We moeten het uiteindelijk tegen Ganondorf gaan opnemen. Oh, nog even naar Tulin. Neem mijn geheime steen en voldoe aan het verzoek van de wijze van de tijd. Van Zelda dus. Oh! Tulin, blijf mij helpen! Wow, dit was zo cool! Ja, yeah, Tulin. Yeah! Jij bent de uitverkoren Naruto. Held? Hij is helemaal blij. Wat een baas. Heel vet. Inderdaad. Tulin helpt ons hoor. Ja, hij heeft er helemaal zin in. En die steen die is voor jou. Die steen zou jou extra kracht geven. Heel cool gedaan hoor. Love it. Wat vet om deze tempels op te lossen en dan zo de achtergrond te leren kennen van die volken en van vroeger en van Ganondorf en wat Zelda heeft gevraagd. En je ziet het, de steen is nu inderdaad voor Tulin. Ik ben de wijze van de wind. Oh, nou, laat maar zien. Wat kan je? Oh, shit. Oh, my gosh. Je kan gewoon een spirit oproepen van jezelf of zo? Oké. Oh, krijgen we een extra kracht van Tulin? Kunnen we gewoon die kracht van Tulin dan nu altijd gebruiken? Ik, Tulin, wijze van de wind. Zweer dat ik tot het bittere einde met je mee zal vechten. Het is bewijs dat ik je bijsta als je dit aanneemt. Yo, dit is vet. We gaan connecten, hè? We gaan connecten, Link en ik. Of Tulin en ik. Ja, man. Ik denk het wel. Ik denk dat we die kracht van Tulin nu gewoon bij ons dragen. Let's go, Link. Langzaamaan krijg je steeds meer krachten. Oh! Kijk, we hebben nu een ring erbij. Een ring die daadwerkelijk werkt. We hebben wel meer ringen aan die hand zitten. Oh ja, maar dit is die hand van Rauru natuurlijk. En Rauru was de leider van al die wijzen van vroeger. Ja, vet man. Ja, dat dacht ik al. Nu kunnen we de kracht van Tulin altijd oproepen. Nice! Laten we naar het dorp teruggaan. En het papa vertellen wat er gebeurd is. Ik word hier zo enthousiast van, jongen. Van dit soort games. Dit zijn de pareltjes van Nintendo gewoon. Echt, wat geweldig was dit. Dit was zo cool. Hier zien we de vader van Tulin. En hij merkt al iets. Hè? Hij merkt al iets aan de sneeuw. Aan de lucht dat er iets staat te veranderen.
Kijk, de sneeuw begint te smelten. Rito Village zal weer zo worden zoals het ooit was. Zonder die gekke sneeuw. Zonder dat het zo onwijs koud is. De bomen, ja, die verliezen ook alle sneeuw. Begint er weer groener uit te zien. Oftewel, de sneeuwstorm is gaan liggen. En het, ja, het leven komt weer langzaam terug in Rito Village. Een van de toffere plekken wel uit de Zelda games. Misschien wel de tofste plek. Nou, het Zora Paleis is ook heel erg vet natuurlijk. Maar de Rito's vliegen weer in het rond hier zo. Kijk eens even hoe mooi het er dan uitziet. Kijk, daar zijn alweer kleine Rito'tjes. Ah, en hier is Hart. Die zeggen, het is jullie gelukt. We hebben het inderdaad voor elkaar gekregen, zegt Tulin. En Teba zegt, wat? Dat is niet niks, vriend. Saki kan het ook nog steeds niet geloven dat de windark uit het kinderliedje echt bestaat. Tulin ook niet. Krijgt hij nu een compliment van zijn vader? Is het moment daar? Is hij de nieuwste leider van de... Oh, hij krijgt in ieder geval wel een boog. Een hele vette boog. De boog van zijn vader. Die wilde hem altijd al aan Tulin geven. Als Tulin was uitgegroeid tot een ware krijger. Ah, oh, wat een compliment. Super vet, man. Papa. Ja, hij is geëmotioneerd. Tulin is geëmotioneerd. Ontzettend bedankt. Ik zal bewijzen dat ik deze boog waardig ben. Dat heb je al lang gedaan, Tulin. Dat heb je al lang gedaan, vriend. Maar Link, de vrouw in het visioen, Zelda, dat mijn voorouder ons liet zien, die leek inderdaad op prinses Zelda. Dat, ja, precies. Ik vraag me af of dat de echte prinses was. Maar dat was heel lang geleden. Er is zoveel wat we niet weten. Ik ben benieuwd naar de figuur die we op de windark zagen, dus ik ga nog even goed zoeken. Ik zal zorgen dat ik meer info over Zelda heb als ik hier weer zie. Dus kom later nog eens terug, oké? Okay? En denk eraan, dankzij mijn kracht als wijze zijn we altijd met elkaar verbonden. Hier is die, de Eet van Tulin, Wijze van de Wind. Cool! En we hebben de hoofdmissie Tulin uit het Rito-dorp voltooid! We moeten de 4 regio's gaan onderzoeken. Daar waren we al mee bezig en daar zijn we hiermee begonnen. We hebben nog 4 regio's te gaan in alle uithoeken van Hyrule. In de volgende video gaan we verder. En ik hoop je daar te zien, dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en geef Tulin even een cijfer. Tulin, ik vind Tulin echt een baas. Ik wil een beeldje van Tulin. Nou, tot de volgende. Mazzel!